Yes, hij doet het. Hele goedemiddag, Rezi. Hi, Peter. Wij hebben even een heel kort voorgesprekje gehad, maar wij kennen elkaar. Weet je, het kan niet anders dat we elkaar kennen, want ik heb een sportschool gehad. Jij komt uit de sportwereld. Je hebt je eigen centrum ook, hein? Je eigen club. Je hebt heel veel gedaan in opleidingen, vroeger. En misschien nog wel, maar daar gaan we zo over hebben. De reden dat wij nu dit gesprek hebben was dat... jij hebt gereageerd op mijn video van eergisteren, toch? Van de week, ik weet niet meer, ik ben de dagen een beetje kwijt. Ik ook. Mijn laatste video in ieder geval, waarbij ik aangeef, jongens, sportschoolhouders, waar blijven jullie, wat doen jullie? Ik heb zelf een sportschool gehad. Wat is er aan de hand? Nou, en toen reageerde jij. Jij zei natuurlijk van, waarom gaan jullie niet gewoon open en waarom... En je had het ook over de horeca en ondernemers. We horen zo weinig van ondernemers. En ik moet zeggen, ik zie die opmerkingen vaker voorbij komen. En ik voel me dan als ondernemer aangesproken. Ja. ik heb een sportcentrum, tegenwoordig een leefstijlclub. Dus meer dan alleen bewegen. Veel meer op gezonde leefstijl. En ik voelde me aangesproken. En ik volg jou al een tijdje. En ik ben vanaf maart... dacht ik van, nou, er klopt hier iets niet. Dus ik ben eigenlijk al natuurlijk heel veel tijd afgelopen jaar. Dus ik ben overal ingedoken. En ik wilde inderdaad, mijn plan was om 15 maart open te gaan. Wat er ook gebeurde, om open te gaan. En ik heb al verschillende keren in onze community naar de leden toe dingen gedeeld. Nou, meestal krijg ik daar niet zulke goede reacties op. En doe ze echt heel voorzichtig en aardig. Maar ja, je weet hoe het is. Mensen zijn er gewoon nog niet klaar voor om de waarheid te horen en zich te verdiepen in dingen. En ik dacht van, nou weet je, ik ga gewoon open. Maar ik heb dat eens gepeld bij onze leden. Ja, mensen gaan gewoon niet komen. En zoals het er nu voor staat, ga ik meer leden tegen ons in het harnas jagen. Dus die leden die ons trouw zijn gebleven, die zullen misschien juist afhaken doordat ze gewoon zeggen, ja, wat ben jij je wappie en... Daar wil ik helemaal niet mee te maken hebben. Dus ik heb echt overwogen van, ik ga gewoon open. Maar ja, als er dan niemand komt en je klanten die je trouw zijn gebleven een heel jaar, die hebben daar een vervelend gevoel over. Ja. Wij hebben heel veel oudere leden. Dus ja, ik heb gewoon bedacht, nee, dat heeft gewoon geen nut om open te gaan. Nee, maar dan begrijp ik, jij hebt dan, jij hebt waarschijnlijk jaarabonnementen dan, neem ik nee, aan. Nee, nee, oh. Maand. Ja, oeh. We hebben nog nooit een jaarabonnementen gedaan. Deed ik ook. Ik ben altijd een beetje dwars ja. Geweest, ook misschien kan je dat nog van vroeger herinneren. Want als iedereen rechts ging, ging ik altijd links. Nou ja, dat doe ik nu ook, vandaar dat je dan inderdaad eerder dingen gaat onderzoeken. We hebben maandabonnementen en ik heb sinds december niet meer geïncasseerd. En we hebben mensen de vrije keuze gegeven of ze wel of niet willen of kunnen betalen. Oeh. Nou, schets mij verbazing dat heel veel leden ons juist blijven steunen. En ook best wel veel leden die hebben extra overgemaakt om ons te ondersteunen. Maar ik had voor mezelf geen goed gevoel in om... er wordt hij aangebeld, maar gelukkig is er nog iemand die open kan doen. Ik had er geen goed gevoel over om zeg maar gewoon mensen door te laten betalen meer. Want we hebben zo weinig kunnen bieden het afgelopen jaar. Dus ik heb mensen de vrije keus gegeven. Ja. En dat is eigenlijk heel fijn gebleken. Want dan merk je ook hoe belangrijk mensen het vinden. Hoe graag ze weer willen dat ze straks weer terecht kunnen. En dat ze zeg maar zelf die keuze kunnen maken of ze wel of niet willen betalen. Dus... Ja. Maar wat heb je dan nog kunnen bieden dan het afgelopen jaar? Wat heb je dan nog kunnen bieden? Online iets. Maar wij hebben niet echt een doelgroep die online dingen doet. Ik zit nu, ik zal misschien nog even laten zien. Ik zit nu in ons leefstijlcafé. Ik ga je even een rondje geven van onze huiskamer, zeg maar. Je tegenlicht in, denk ik. Ja. Maar een gezellige bar. Ja. Loungehoek. Ik zit aan de stamtafel. Nou ja, we hebben dan drie zalen. De naam van mijn bedrijf is Yuwa. Dat is, mijn ouders hadden vroeger een judo school. Yuwa is Japans voor vriendschap.
Ja. En mensen komen hier vooral voor het menselijk contact, het samen zijn. Ook om aan de gezondheid te werken, maar juist mensen om je heen voelen, contact maken, dat is veel belangrijker. Dus online dingen, daar doen een paar mensen aan mee, maar de meesten hebben daar geen behoefte aan. We hebben veel buitentraining gegeven van de zomer. Op een bepaald moment kon natuurlijk binnen open met allerlei anderhalve meter. Nee, je kent het. Vond ik vreselijk. Maar ja, we hebben toch heel creatief. We hebben ook heel veel geleerd weer. Want je moet iedere keer weer schakelen. We hebben allerlei leuke nieuwe dingen uitgevonden. Dus we hebben eigenlijk steeds toch wel zoveel mogelijk geboden. Ja. En het moeilijkste moment wat ik vond... Het is ook zo lastig als je bedrijf dicht gaat natuurlijk. Maar het moeilijkste moment vond ik... Op een bepaald moment waren we van de zomer waren weer open met kleinere groepen. En netjes anderhalve meter. En dan mochten we ook weer koffie schenken. En er waren zoveel leden die aangaven... Dit is het enige waar ik naartoe ga. En even dat kopje koffie met elkaar. En ook al was het niet zoals ze gewend waren. Gewoon met z'n allen in de loungehoek, maar op afstand... Dat was zo ontzettend belangrijk. En dat ik toen moest vertellen dat dat niet meer mocht. Dus ja. Dat ze toen na de training eigenlijk meteen hup weer naar buiten moesten. Dat vond ik zo erg. Dat vond ik echt, dat was voor mij echt het grootste dieptepunt, zeg maar. Ja. Omdat je zo zag dat even samen kletsen. Dat zo belangrijk is voor mensen. Nou ja, maar goed. Hey, nogmaals, jouw sportcentrum, dat is ook vergelijkbaar met wat ik had. Het is, uiteindelijk, kijk, je zag in de loop der jaren, ik ben begonnen in begin jaren 90. Hè, ik ben begonnen eind jaren 80. Nou, dat was hardcore. En ja, begin jaren... We zijn dezelfde tijd begonnen, hè? Ja. Ja je ziet, kijk, in het begin, dat had jij waarschijnlijk ook, had je het publiek die wilde trainen, die wilde sporten, hè? Het verschoof heel langzaamaan naar het publiek dat moest sporten. Doorgestuurd worden door de huisarts of wat dan ook. Heel ander publiek. En later, bij mij in ieder geval, ik weet niet hoe het bij jou zit, kregen de fysiotherapie. Ik heb ook fysiotherapeuten in huis gehaald. Weet je? En dan kreeg ik weer een heel ander publiek. En toen was ik er klaar mee. Ik denk van, dit is niet meer wat ik wil. En ik heb toen ook verkocht. Maar het sociale, wat jij zegt, dat is de bindende factor in de meeste sportcentra. Ja. En maar goed, maar dan valt dat weg bij jou ook. Hè? Maar je had over een nieuw concept toch, wat je wilde gaan doen? Ja. Ja, dus je vroeg net van, ik zal het dan even, van wat heb je dan kunnen bieden? Vanaf december natuurlijk weer dicht. Ja, dan ga je weer een paar dingen online doen. We zijn nu wel weer gewoon met groepen naar buiten aan het gaan. Weer wordt weer wat beter. Ja. En wat ga je dan doen? Ja, je hebt ook een jaar een soort verplichte retraite. In die zin dat je heel veel tijd hebt om dingen op een rijtje te zetten. En je ziet eigenlijk natuurlijk heel je bedrijf instorten. Ja. Want wij wilden eigenlijk eerder al een keertje spreken. Zei ik van even wachten. Omdat ik toen op het punt stond om twee van mijn werknemers te ontslaan. Ik werk met een klein team. We zijn met z'n vieren. Ja. En twee daarvan heb ik moeten ontslaan. En ik vond het wel handig om dat eerst aan hun te vertellen voordat ik dat even online ging doen. Nou, dat is gelukkig in hele goede harmonie gegaan, want niemand kan iemand de schuld geven. Je kan jezelf niet eens de schuld geven, maar dat zijn wel hele donkere periodes dat je dit bedrijf bestaat bijna 70 jaar. Het is een familiebedrijf. En we hebben gewoon altijd heel fijn gedraaid, gewoon heel leuk, fijne sfeer. En dan zie je het eigenlijk uit je handen glippen. En we hebben gelukkig wel met het team, zijn we wel gaan kijken van, nou ja, wat is er dan straks wel mogelijk? Want ik merkte ook, als je te veel gaat verdiepen in alles wat niet kan en alle coronadingen, en dan glij je mee naar beneden. Dan gaat jouw energie naar beneden en dan kom je daar nooit meer uit, zeg maar, zeker zakelijk niet. Dus wat ik op een bepaald moment besloten heb, van ik zie dat er goede dingen aankomen. Ik geloof daarin. En ik heb toen voor mezelf besloten. Ik ga met dat in gedachten. Ga ik voor een nieuwe toekomst. Ik ga daaraan werken. Ik ga proberen over deze tijd heen te kijken. En ik ga iets nieuws. Wat hebben we strakjes nodig? We hebben straks natuurlijk helemaal weer nodig. En dat was al zo.
Maar dat mensen weer leren vertrouwen op hun eigen lichaam. Weer leren vertrouwen op hun gevoel. Vertrouwen op je immuunsysteem. Je lijf weer leren kennen. En wat kan het lijf allemaal? En wij besteden bijvoorbeeld heel veel aandacht aan ademen. En dan denk ik, we hebben daar zoveel aandacht aan besteed in workshops en lessen. En dan gaan mensen, wij spreken, toch een mondkapje opdoen. Dus ik denk dat we wel anders... want het was altijd zo dat wij gingen dingen voorbereiden. En dan hadden we een leuk leefstijlcafé en met informatie en een workshop en dat soort dingen. Maar het was toch een beetje zo dat mensen betalen. Die komen naar iets toe of die komen bij je trainen. En het meeste blijft gewoon niet hangen. Mensen komen en ze gaan naar huis en 90% is... Ja, het heeft er niet echt gepakt of geraakt of zo. Terwijl wij daar echt ons best voor doen en deden. Want ik vind het belangrijk dat iedere keer als iemand hier komt... dat hij niet alleen traint, maar ook geïnspireerd en gemotiveerd wordt... om de rest van zijn week ook gezonder te leven... en meer te genieten van het leven. Dus ik denk dat we in een nieuwe tijd anders met mensen om te gaan... dat mensen meer betrokken moeten zijn. Dus dat je niet alles maar uitkoudt en voorschotelt... Ja. Eigenlijk ook wat er nu gebeurt, hè, dat we zeggen, ja, mensen moeten zelf meer onderzoek doen. Het is niet meer alleen maar luisteren en dan ja, blijft er bijna niks hangen. Maar ik denk belangrijk is dat mensen meer betrokken worden. Dus het nieuwe concept, wat ik voor me zie, in mijn dromen, ik droom dan gewoon over, is dat we een centrum hebben waar wat meer voor en door de leden is. Bijvoorbeeld, we deden wel eens een workshop over voeding. Nou, ik kan me voorstellen dat 1 of 2 leden zeggen... Goh, ik heb een leuk gezond recept. Dat wil ik wel delen met andere leden. En dat zij dan zelf een workshop gaan geven aan anderen. Ja. En we hebben dat altijd wel een beetje gedaan. Maar toch ben je als trainer, instructeur heel erg gewend om dingen te vertellen... En ik denk dat het meer een maatschappij mag worden van delen, van levenservaring delen, van kennis delen en niet meer zo'n soort eenrichtingsverkeer. Ja. Dus nou, met dat in gedachten en ook, ja, we hebben toch leden verloren, er zijn afgelopen jaar geen leden bijgekomen, zijn we natuurlijk wel weggegaan. We hebben heel veel mensen boven de 60, 70 en 80. Ja, die komen strakjes niet meer terug, die zijn zo achteruit gegaan in hun conditie. Die kunnen het niet meer. Dus we gaan met een kleiner ledenaantal, zullen we weer moeten draaien. Ja, dan zijn eigenlijk, is het pand te groot geworden, zeg maar. Dus ik had ook gedacht, van, nou, misschien kan ik in een ander concept gaan werken. Zonder mensen in loondienst. Ja, dat is nu vanzelf gebeurd. Maar meer kijken van, kunnen we op het gebied van gezondheid en geluk het aanbod vergroten... En kijken van wie heeft er iets te bieden. En het pand zeg maar meer gezamenlijk gaan gebruiken met andere aanbieders. Ik kan me voorstellen, ik geef voor zelf ook wel yoga, maar 2 uurtjes in de week. Nou, misschien is er een yoga-instructeur die misschien ook nu niet het pandje alleen kan betalen. Hè? Dus meer mensen die iets samen willen aanbieden voor de wijk. En voor Den Haag, we zitten in Den Haag. En dat je een team krijgt die elkaar ook inspireert en ondersteunt. En dat je gaat kijken van, hey, wat voor aanbod kunnen we samen doen? Ja. En dat meer, ja, hoe dat dan in de toekomst gaat. Of dat dan een ZZP-vorm is. Of daar hebben we natuurlijk meer de informatie van het nieuwe financiële systeem voor nodig. Van, hey, wat is er dan straks voor belasting? Dus dat parkeer ik, zeg maar. Want ja, weet niet precies wat voor inkomen iedereen straks heeft en hoe dat precies gaat. Dus daar zeggen we gewoon van, nou, dat parkeren. Maar we gaan eerst mensen met een passie, mensen met ideeën, ja, bij elkaar brengen. En lekker brainstormen over waar ligt dan je passie en wat heb jij te delen. Dus bij deze gelijk een oproep eigenlijk aan mensen die zeggen, hey, daar wil ik ook wel iets mee. Ja. Lijkt me leuk. Nou ja, helemaal goed. Jij woont in Den Haag. Nou, Den Haag, hoeveel inwoners heeft Den Haag?
500.000 of zo, 600.000? Ik kan geen getal onthouden, dus ik geloof het zomaar. Het is wel een redelijk dorp in ieder geval. We hebben hele bekende inwoners. Nog. Nog. hele mooie pandjes vrij straks. maar goed, jij zegt, je ledenaantal is gedaald, maar kijk, nou nee, nogmaals, weet je je verloop? Heb je enig idee van je verloop? Hoeveel je retentieverhaal? Ja, ik denk dat er wel 20-30% zitten. Ja, precies. Ja. Nou, dat doe je nog goed. Hé, hey, dat doe je nog goed, hè. In de goede tijd waren de mensen hadden 50%, hè. Verloop. Dus, ja, we hebben leden hier trainen, die trainen hier al 20 of 30 jaar of 10 jaar. Of, het is gewoon een soort familie. Als je hier eenmaal komt, kom je eigenlijk nooit meer van ons af, zeg maar. Maar als ik jou zo hoor, dan ga je er wel vanuit dat het ledental wat je had voor het hele gedoe, dat je dat niet terug gaat krijgen. Maar je zegt, ik heb te groot pand, toch? Nou, niet om mee te starten. Nee. Sowieso waren we waren met een nieuw, zeg maar met een nieuw concept bezig en we waren weer lekker aan het groeien. Ja. Maar ja, daar is natuurlijk ineens een rem op gekomen. Dus ja, het is natuurlijk goed om kosten te gaan delen. Ja. En ik denk ook dat het goed is als er nieuwe energie komt, nieuwe mensen. Ik doe het nu sinds 83 of zo. Ja. En ik was eigenlijk een beetje in die zin, niet aan het afronden, maar leuke nieuwe collega, jonge collega, die eigenlijk zin had om het over te nemen, waar we eigenlijk al een heel leuk traject mee in. Maar goed, dat wordt nu lastig, zeg maar, want je kosten zijn niet naar beneden, maar je omzet natuurlijk wel. Ja. Heeft een enorme dip. Ja. Dus, maar goed, ik weet je wat ik altijd vind en merk? Als alles een keer helemaal overhoop gegooid wordt, nou dat kan je wel zeggen dat het nu gedaan is, dan ga je ook weer nieuwe dingen zien. Ja, nee, klopt. En ik denk niet dat we in de nieuwe tijd, geen enkele ondernemer, dat je hetzelfde kan blijven doen als ervoor. Nee. We zullen mee moeten groeien met de veranderingen. Ja. Dus ik vind het dan leuk om daar alvast over na te denken en op in te spelen. En ik was ook al een beetje in omgeving. Ik heb een leuk netwerk aan het zeggen van, joh, we willen het pand op een andere manier. Ik heb een nieuw concept. En ik ben bijvoorbeeld al in gesprek met een organisatie die jongeren coacht. Op het gebied van talentontwikkeling. En die gewoon vaardigheden aangeleerd krijgen die je op school niet leert, zeg maar. Ja. Nou, we zijn nu aan het kijken of misschien daar samenwerking, dat zij wellicht hier in het pand komen. En we misschien heel veel meer hier in het sportcentrum ook kunnen doen met jongeren. Dat jongeren veel meer dingen kunnen uitproberen, taken kunnen krijgen. Want een beetje verjonging, daar waren we wel aan toe, zeg maar. Het is voor ons heel lastig om nieuwe jongeren doelgroep binnen te halen. Ja. En zo ontstaan er eigenlijk weer hele nieuwe kansen die je voorheen misschien nooit had gezien. Dus, precies. Het is wat je zegt. In tijden van crisis zoals wat we nu zien, dan de echte ondernemer springt er wel uit, hè, nu, zometeen. Want die blijft kansen zien en die zal het moeten, anders ga je kapot. Want, terug naar het normaal, ook voor sportcentra, is volgens mij ook geen route. Volgens mij ook niet. Ik geloof er niks van. Nee. Nee, ik denk voor bijna niemand, want we gaan zo'n enorme verandering in. We zullen daar wel over na moeten denken. Dus wat ik ook meer als mijn rol, ik vind het heel leuk om nieuwe dingen te bedenken en concepten op te zetten en te bedenken. We hebben altijd een beetje voorgelopen, ook in het gebied van fitness. Ja. Haalde ik altijd dingen die in Amerika al waren, die ging ik dan als eerste in Nederland doen en zo. Meestal was ik ook te vroeg, hoor. Maar het lijkt mij heel leuk om hier dat concept, zeg maar, op te zetten. Ja. En dan te kijken of ik misschien anderen daar weer mee kan ondersteunen of kan inspireren. Misschien zijn er andere centra die zeggen van, hey, zoiets is voor ons ook geschikt. En hoe ga ik nu strakjes die nieuwe tijd in? Want als jij geen kennis hebt al of nog niet, ik heb heel veel
tijd besteed. Te kijken wat is er aan de hand en wat gaat er veranderen en wat hebben we straks nodig. En ik kan me voorstellen, als je nog niet wakker bent en je hebt een onderneming en dan komt er straks echt al wat op je af van oh jee, en nu? Ja. Dus het lijkt mij heel leuk om daar ook... Nou ja, precies. Maar kijk, jij hebt natuurlijk een verleden van het geven van training. Jij zat in grote clubs en grote netwerken. Hè? Daar hebben we het net ook over gehad. Maar hoe landelijke opleidingen, zeg maar. Ja, goed, dat waren wel. Ja. En toen, zeker in die periode, ik heb het nou niet, maar goed, ik heb hem ook in 2008 al verkocht. Maar hoe zit het met collega's dan, denk je? Er zijn wel een aantal collega's die ik regelmatig tegenkom op platformen en zo. En waar ik contact mee heb. Maar ja, een heleboel ook niet. Als je kijkt naar de generatie, zeg maar, die nu trainingen geeft. Hè? Dus zeg maar, wij zijn opgegroeid en dan moest je zelf een les voorbereiden. En je moest nadenken over wat ging je doen. En je moest zelf lessen maken. Maar de afgelopen, misschien is dat al 20 jaar... heb je natuurlijk allemaal van die kant-en-klare programma's. En een trainer, die hoeft niet meer zelf lessen voor te bereiden. Die doet een bestaand programma wat ergens op de wereld bedacht wordt. En die moet eigenlijk zonder nadenken zo'n programma nadoen. We zijn natuurlijk helemaal geconditioneerd dat we niet meer hoeven na te denken. Ja. Of ik dan niet, maar de nieuwe generatie trainers wel. Ja. Ik weet eigenlijk je vraag niet meer. Okay. Is dat erg? Nee, maar... Ik luister zo aandachtig, ik weet het ook niet meer. Maar... Oh ja, je vroeg over collega's, ik weet het weer. Dus ja, de collega's die zeg maar nu in de leeftijd van 20, 30, 40, die zijn natuurlijk heel anders. Ja. Hebben een hele andere scholing gehad. Ik heb een hele kritische scholing gehad. Ik was ook altijd een beetje, als iedereen rechtsaf ging, ging ik linksaf. En mijn opleidingen zat ook altijd in om na te denken, waarom doe ik iets? Als iedereen links gaat, is dat eigenlijk wel de juiste keuze? Waarom gaan we eigenlijk niet rechts? Ja. Maar dat kritische denken, op die manier denken, dat is er denk ik wel een beetje uit. Nou, dat ben ik ook wel zeker. Nou ja, met de opleidingen ook. Toch? Ja. Ik bedoel, het gaat er nergens meer over. In één keer heb je een opleiding fitnessinstructeur en dat is natuurlijk prima, snap ik. Maar... mijn ervaring was, mijn beste instructeurs waren mensen die uit de zorg kwamen. Dat zijn mensen met een passie voor mensen. Kijk, al het andere, technieken, dat kun je leren. Dus dan, maar het gevoel hebben voor mensen, dat kun je niet leren, dat ben je of dat ben je niet. En met die opleidingen denken ze van, oh, wat ga ik doen? Oh, ik ga naar, toen had je het CEO's en de ALO natuurlijk, maar daarna kreeg je sport en bewegen, de opleiding sport en bewegen. En nogmaals, ik ga het niet afkraken, maar wel een beetje. Het is een drama. Toen, in mijn tijd. Ik weet niet hoe het nu is, maar het was een drama. Het was gewoon voor hun een gat in de markt. Klaar. En dat was het. En dan krijg je... Ik heb ook altijd, zeg maar, mijn trainers zelf gekweekt, zeg ik dan altijd maar. Ja. Dus ik zocht altijd mensen met een hart. Ja. En die het liefst die ook, zeg maar, begrepen wat wij hier deden. Die dat aan de lijve hebben ondervonden. We hebben ook heel veel trainers die... lichamelijke klachten hebben of hadden. Ik heb zelf ook een hernia gehad. Dat je ook snapt dat bewegen niet altijd zo vanzelfsprekend of leuk is. Ja. En die kunstjes kan je iedereen aanleren. Ja. Dus je kan zelf mensen opleiden, maar je kan niet iemand die kunstjes kan, zeg maar, een hart geven. Dus iemand die echt met wat voor mensen wil doen, dat is je basis, denk ik. En weet je, nu is er, mensen kiezen iets van de denken, dat lijkt me leuk. Maar ja, dat wil niet zeggen dat je later in dat vak ook echt met die mensen een klik hebt. Nee. Waar ik altijd aan moet denken is, ik ging altijd één keer per jaar naar de Wereld Fitness Conventie om dan zelf bij te scholen in Amerika. En dan was het op een bepaald moment kwam dat functionele training meer in. Dus training, zeg maar, dat je wat aan hebt in je dagelijks leven. En dan werd er helemaal trots van, ja, we gaan nu geen spieren meer trainen, maar we gaan bewegingen trainen. Ja. En dan hoorde je mij op een bepaald moment zeggen, en wanneer gaan we nou mensen trainen? Ja. Want het, weet je, iemand is niet altijd hetzelfde. Soms hebben mensen alleen maar een schouderklopje nodig in een uur training. En hoeven ze verder eigenlijk niks te doen om zich beter te voelen. En de andere keer
moet je er even met de zweep overheen, zeg maar. Maar je moet zo goed kunnen invoelen van wat hebben mensen nodig en hun energie voelen en de sfeer voelen. En we zijn geen robotten. Nee, nou ja, precies. Kijk, nou, ja. Het is wat je zegt. Een goede trainer die voelt en je bent halve psycholoog, ben je er gewoon bij. Het is gewoon zo. Nogmaals, al het andere, dat kun je leren. Technieken kun je leren, dat is niet zo moeilijk, maar goed. Hè? Alles is te leren. Maar het is niet zo moeilijk. Nee. Maar je moet het wel in. Ik heb het ook geleerd. Nou ja, ik ook. Hey, en ik heb het gedaan. Ik heb het ook gewoon gedaan. Ik heb van mijn hobby heb ik mijn werk gemaakt. En toen had ik geen hobby meer. Maar goed, ik had wel werk. En ik hoefde geen diploma's halen. Ja, en toen had je nog Body Trend Club en de Fit Vak. En die zaten allemaal te drama voor een diploma. Ik heb het nooit gedaan. Wat een onzin. Maar was jij dat? Ja, dat was ik. Ik heb een heleboel cursussen gedaan. Echt een heleboel. En daar leer je gewoon veel meer van. En dat was ook maar... Maar kijk, nogmaals. Dat was ook maar een dag. En dan moet je aan de slag, ja. Toch? Of niet? Ja. Ja, en zo ja ik ben ooit begonnen met eendaagse aerobicopleiding van Debbie Jenner. Ik ook. Ach, Debbie, wat heb ik daar veel gedaan. In Amsterdam. Ja. Ja. Ik heb daarna wel bewegingswetenschappen, fysiotherapie en 500.000 andere opleidingen gedaan. Dus ik ben wel een soort van dat ik eerst 6 universitaire studies gedaan moet hebben voordat ik vind dat ik erg verstand van heb, zeg maar. Ben ik trouwens ook al een beetje afgeleerd nu. Dat ik denk van ja, wat leren we eigenlijk op al die universiteiten? Dus ik durf ook nu veel meer gewoon op mijn levenservaring en mijn kennis en nee, maar ja, goed. Dat is wat ik zeg. Op een gegeven moment, ik had hem al een paar jaar. En op een gegeven moment denk ik, potverdorie, waarom stuurt die huisarts nou niemand door? Wat is er nou van onzin? En fysiotherapie ook. Dus ik, dit spul uitgenodigd bij mij op de zaak. Luister, dit is wat wij doen. Wij geven echt persoonlijke trainingen. Ben je er nog? Ik bevriest. Nou ja. Ga even wachten. Ze komt zo weer. Ja. Je was horen. Je was er stil van. Ik heb zoveel verhalen. Maar het ging erom inderdaad dat ik inderdaad... De huisarts en de fysiotherapeut, die stuurden niemand door. En ik vond het zo vreemd. Dus ik heb ze uitgenodigd laten zien wat we doen. En vanaf dat moment werd de een naar de ander werd doorgestuurd. Maar kijk, jij hoeft geen huisarts te zijn om te snappen wat een klacht is. Je ziet wel aan iemand of die kan. Tenminste, als je het ziet, dan zie je wel welke oefening hij wel kan en welke oefening hij niet kan. Het is niet zo heel erg ingewikkeld. Daar heb ik geen universele, of universele, een of andere titel voor nodig, dokter anders in de wetenschap. Heb ik niet nodig. Je moet gewoon met de mensen aan de slag. Logisch nadenken ook. Precies. En nogmaals, tegen al die diploma's en al die regels, daar heb ik mij dus altijd tegen verzet. Ik heb het gewoon niet gedaan. Niet. Ik was ook geen lid van een club of zo. Ja, nou, heel verstandig. Ja. Jij wel toch? Was jij lid van... Ja, nou, dat heb je goed gedaan. Nee. Af en aan. Meestal pas ik toch niet zo ertussen eigenlijk. Nee, ik ook niet. Nee, ik vind niks. Maar hoe zie jij het? Hoe zie jij de toekomst? Hoe komend jaar? Wat denk je? Nou, ik reken er wel op dat we binnen vrij korte tijd dat het kaartenhuis in elkaar gaat storten. Ja. En dat bekend wordt van wat er eigenlijk aan de hand is. En ja, ik zit ook al vanaf december van, het gaat nu gebeuren. Ja. En, maar als dat niet gebeurt, denk ik ook van ja, maar er was ook nog best wel heel veel wat nog moest gebeuren. En
Dus nu maak ik vooral gebruik van ja, deze tijd om toekomstplannen te maken, leuke gesprekken te hebben met mensen die bevroren zijn. Ben je daar nog? Ja, nee, ik ben, ja. Ja, ja oké. Okay. En ja, dan denk ik dat we toch binnen afzienbare tijd weer open kunnen. Ja. En dan dat alles weer open kan. Ja, en dan is er natuurlijk een bijzondere tijd. Dan gaan mensen elkaar weer ontmoeten en dan gaan ze weer dingen doen. En ja. Ja. Dat maar goed, zal jij, best jij, interessant worden. Ja, nou, dat geloof ik. Kijk, nogmaals, wij denken er wel een beetje hetzelfde over. We gaan ervan uit dat het zich oplost ten goede. Toch, daar gaan we vanuit. Ja. Ik geloof er 100% in. Ja, ik ook. Ja. 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 1 seconde. Ja. Kun je heel even wachten met de geluiden? Ik ben zo klaar, dank je. Oh, ja. Ik ben al zo lekker snel afgeleid namelijk. kijk, het moet goed komen. Anders zijn we sowieso de Sjaak. Nogmaals, dan is ook geen... Dan, nee, dat denk ik ook. Ik ben wel mooi... Ik twijfel er niet over. Nee, ik vind het mooi te horen dat je in ieder geval wel een basis hebt met leden die blijven betalen. Want ik kan me voorstellen dat er een heleboel centra zijn die dat niet hebben. Die hebben van alles geprobeerd met een tentje in. Het verhaal, ik zei, een tentje buiten waar 3 man in mogen. Weet je, daar kun je geen sportschool op draaien. Tenminste, ik weet niet hoe het nu is, maar ik kon daar geen sportschool op draaien. Team. Dat kan gewoon niet. Je hebt gewoon een paar 100 leden minimaal nodig. Minimaal. Kijk, ik red het ook niet. Maar ja, weet je, ik kan het dan uitzingen, zeg maar. En je moet je... Ja, ik heb wel inderdaad personeel moeten ontslaan om gewoon te zorgen dat je kosten naar beneden gaan. En ja, wij hebben gelukkig een persoonlijke band met iedereen. En mensen trainen hier al lang. En hebben hier ook, als ze hier getraind hebben of programma's hebben gedaan, echt iets kunnen veranderen in hun leven. Dus ze zien ook de waarde ervan. En ja, zien ook hoe belangrijk het is dat we straks weer open kunnen. Dus dat is anders dan wanneer je een onpersoonlijk centrum hebt waar niemand rondloopt en waar je geen binding mee hebt. Dat klopt. Dus net als met restaurantjes. Ik denk dat de kleine restaurantjes met een vaste klantenkring. Ik merk dat klanten dan ook gewoon wel laten bezorgen of halen. Gewoon om op het bedrijf te blijven ondersteunen. Ja. Maar ja, als je groot en onpersoonlijk hebt, dan heb je dat denk ik niet. Nee, geloof ik niet. Maar goed, die hebben dan vaak nog weer de mazzel van jaarcontracten en dat soort dingetjes meer. Dat is geen mazzel, dat is natuurlijk... Ja. Maar goed. Ja, we zijn een jaar verder, hè? Ja, en je de meeste hebben een verloop van 30%, dus nou ja, die redden het ook dan niet. Dat is gewoon zo. Ja. Ja. Hey, ik hoop met jou dat wij zo snel mogelijk weer los kunnen met z'n allen. Ik ga er wel een beetje vanuit. Ik hoor steeds april, dat hoor ik. Ik moet geen datum zeggen, maar... Het gebeurt op een moment dat het moet gebeuren. En alle tijd die we voor die tijd hebben, zorgt ervoor dat we toch wat meer tijd hebben om er klaar voor te zijn, denk ik. Ja. He, dat er meer mensen doorhebben wat er aan de hand is. Ja. Dus ja, weet je, het komt als het komt. Ik heb het ook liever vandaag dan morgen. Ik vind het ontzettend spannend. En het is net of je in een film leeft. En ik heb nog nooit zo'n mooie tijd gehad eigenlijk. En zoveel geleerd in het afgelopen jaar. Ja. Dus ja, ik geniet er wel van. Maar... Ja, ik heb ook wel weer zin om naar Salsa Feestje te gaan. Nee, natuurlijk. En je bedrijf moet weer vol. Nogmaals, uiteindelijk, want het is ook je pensioen hè, straks. Dus er moet wel iets gebeuren. Hè? Dus zo simpel is. Ja, en mensen moeten gewoon weer de huis uit, die stoel uit. Want iedereen zit natuurlijk maar te zitten. Ja. En we weten, sitting is killing. Dus het ergste wat we kunnen gaan doen, is thuis zitten. Ja, klopt. Dus we moeten weer, dat denk ik ook, weet je, andere bedrijven die dicht zijn, dus, de winkels die nu allemaal dicht zijn, normaal staan die mensen de hele dag op de benen, zijn bezig, die zitten nu allemaal voor een groot deel in een stoel. Ja. Dit is echt zo erg voor de volksgezondheid. Ja, klopt. Dit gaat zeker nog een staartje krijgen. En gelukkig zijn de centra waar mensen dan terecht kunnen, uiteraard. Maar goed, dit had allemaal niet gehoeven. Maar dat vind ik. Hè? Toch? Nee, zeker niet. Nee. Nee. Het had ook niet gemoeten. Nee. Maar goed. Ooit komen we erachter wat de reden was. Denk ik. Ja,
Ja, we gaan het binnenkort. Binnenkort. Het moet. Moet. Ik geloof er echt, ik twijfel echt helemaal nul, hè? Nee, ik ook. Nee. Ik maar, heb wel eens een dag dat ik wat weer meegesleurd word in negatieve dingen. Maar ik twijfel niet. Ik zie zoveel bevestiging en er komt zoveel informatie vrij. En je kan van alles opzoeken. Ja. Ik twijfel echt niet. Alleen ja, het moet natuurlijk voor heel veel bedrijven en voor mijn bedrijf ook niet te lang meer duren. Want nee. Dan is je bedrijf al echt kapot al. En dat geeft ook veel te veel stress voor iedereen natuurlijk. Dus ook niet goed voor de gezondheid. Nee. Wat dat betreft hoop ik echt dat we binnenkort weer met z'n allen open kunnen. Hey, leuk. Ik zal jouw website eronder zetten onder de video. Als mensen een vorm van samenwerking aan willen gaan, kunnen ze contact met je opnemen. Ja. Of dus, straks willen komen trainen, mag ook. Ja, hey. Mag nu ook wel vast betalen, mag ook. Ja, we hebben al buiten dingen, dus komt goed. Nee, ja, precies. Leuk, Rezi. Zo zie je maar weer. Hè? Zo kom je nog oude collega's tegen op een of andere manier. Heel andere tijd. Ja. Sommige mensen spreek ik bijna niet meer, maar met andere mensen heb je weer zulke verrassende gesprekken en contacten. Ja. Het is een hele mooie tijd. Dus laten we er maar van genieten gewoon. Ja, gaan we doen. Hey, dankjewel voor het gesprek. Ja, je ook. Was leuk je gesproken te hebben. Oké, dan. Succes verder, hè? Ja, komt goed. Okay. Ja, kom goed. Hey, doei.